Vanuit het gemeentehuis in Laren praat Ruud Bochert dit keer in het politiek-maatschappelijk discussieprogramma van Gooi TV over de huidige stand van zaken met betrekking tot de opvang van asielzoekers en gaat later in de Spot in Bussum praten over homo-emancipatie. Goedendag, welkom weer bij In Derde Termijn. In het afgelopen seizoen hebben we vaker aandacht besteed aan het asielzoekersvraagstuk. Nu is bekend geworden dat de gemeente Laren en burgemeester Albert Roest de coördinatie ervan op zich nemen. Ik ging naar Laren en ik vroeg de burgemeester naar de laatste stand van zaken. Nou, op dit moment is het zo dat er op Kailo een beperkte groep mensen gehuisvest is. Het gaat om 70 asielzoekers. In de komende maanden gaat dat groeien naar 300 en als er nieuwe brakken bijgebouwd zijn naar 600. Dus aan het eind van 2016 zitten er op Kailo 600 mensen. En dat is het maximum of komen er in 2017 nog meer mensen? Burgemeesters hebben met elkaar afgesproken dat dat het maximum is voor deze plek. En ik denk dat we elkaar mogen aanspreken op die afspraak, omdat we die natuurlijk ook gecommuniceerd hebben met de bevolking. Ja. Wat is er waar van het gerucht dat de provincie Noord-Holland toch nog eigenlijk het aantal asielzoekers wil verhogen, ook in deze regio? Ja, er is een afspraak gemaakt door de regio-burgemeester Pieter Broertjes met de provincie Noord-Holland aan de zogenaamde regietafel. Dat wij als regio Gooi en Verstreek 1200 mensen op zullen nemen. Dus dat betekent dat naast de 600 op Kailo er nog 600 elders in het gebied zullen moeten worden gevonden. Het is u bekend, denk ik, dat gisteren bekend is geworden dat Weidemeren nabij Loosdrecht ook 400 mensen wil huisvesten. Als dat zou gaan lukken, dat wordt per 1 september duidelijk, want de burgemeester Martijn Smit wil eerst het gesprek aan daarover met de bevolking en zijn raad. Dan zouden we op 1000 mensen uitkomen. En dan moeten er dus nog tenminste 200 plekken elders in het gebied gevonden worden. Ja, 600 in Laren, 400 in Weidemeren. Als ik het zo hoor, zeg je de kleine gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid. Maar ik mis Hilversum, Huizen. Nou, ik denk dat iedereen zijn best doet. Iedere gemeente, is mijn ervaring, biedt wel plekken aan het COA. En het COA beoordeelt zelf waar ze mensen kunnen huisvesten. En het is nu zo dat Weidemeren en Laren hun verantwoordelijkheid nemen. En daar ben ik ook wel trots op, moet ik zeggen. Het zou dus kunnen zijn dat het COA zegt, in Hilversum zijn helemaal geen geschikte plekken. Ook al zou Hilversum er bijvoorbeeld een paar honderd willen opnemen. Dat zou kunnen, ja. Even voor de duidelijkheid, want het is altijd een beetje ingewikkeld. We hebben crisisopvang, statushouders. Om wat voor type asielzoekers gaat het hier nu? Ja, mensen landen in Nederland, hoe ze ook hier komen. En dan worden ze verdeeld. Want ze komen binnen bij een aanmeldcentrum? Komen binnen bij een aanmeldcentrum en gaan dan door naar een AZC. En daar worden ze op enig moment in de procedure gebracht. En dat betekent dat ze naar een procedurecentrum moeten. Dat is elders in het land. Sommigen gaan naar Doetinchem, anderen gaan naar Ubbergen, weer anderen gaan naar Ter Apel. Daar wordt beoordeeld met tolken en met advocaat of ze werkelijk in aanmerking komen voor een verblijfsstatus in Nederland. Want bijvoorbeeld Albanese worden dan meteen teruggestuurd en Syriërs, dat wordt dan onderzocht bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Er wordt heel goed onderzocht aan de hand van uitgebreide vragenlijsten of mensen werkelijk een eerlijk verhaal vertellen. En als dat zo is en ze komen in aanmerking voor de status, dan worden ze vervolgens statushouder, landen man weer op Kailo en dan zullen we proberen om deze mensen in de regio in huizen onder te brengen. Maar de mensen die nu op het AZC terechtkomen zijn nog geen statushouders? Zijn nog geen statushouders of straks, als ze de procedure hebben gehad en weer terugkomen naar Kruidel, kunnen ze een status hebben, maar hebben ze nog geen huis om in te wonen. Dus even, ik probeer het even te begrijpen. Dus er zitten nu mensen op het AZC zonder verblijfsvergunning. Die kunnen straks weer weggaan van het AZC naar een procedurecentrum. Dan kunnen ze weer eventueel terugkomen naar het AZC. En dan kunnen ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dan kunnen ze in aanmerking komen voor een huis. Want dan hebben ze de status en dan zoeken ze een huis. En wij zullen proberen in de regio Gooi en Verstreek, als ze dat graag willen, om hier te blijven, om hier een huis aan te bieden.
Ja. En de groep mensen die er nu zit, zijn dat de mensen die nog naar een procedurecentrum moeten gaan? Of komen die daar al vandaan? Nee, de mensen die er nu zitten, moeten nog naar een procedurecentrum toe. Goed. U heeft gezegd in een nieuwsbrief van de gemeente Laren, wij willen graag een AZC moderne stijl. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, sinds de decentralisatie zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het proces van toeleiding van de statushouders naar de samenleving. Dus op het moment dat mensen een status hebben, worden wij geacht hen huisvesting te bieden. Maar we moeten ze ook proberen toe te leiden naar werk. En eigenlijk is het dus zo dat op het moment dat mensen binnenkomen, dat we gaan investeren in die mensen. We gaan ze onderwijs geven. We gaan ze kennis laten maken met de Nederlandse cultuur en taal. En we gaan proberen hen de waarden die in onze samenleving gelden duidelijk te maken. En we proberen ze al meteen ook te verbinden met de samenleving. Dat kan via vrijwilligerswerk. Dat kan via werkzaamheden verrichten. Om ze zo snel mogelijk, als ze de status hebben, ook dienstbaar te kunnen laten zijn aan de Nederlandse samenleving. Ja. Geldt dat ook al voor de huidige groep asielzoekers op het AZC? Ja, mensen zijn vrij om te staan en te gaan waar ze willen. Er hangt een enorme groep gepassioneerde en gemotiveerde vrijwilligers omheen, die hen meenemen naar allerlei plekken, die samen met hen dingen doen, die eten met hen, maar ook die hen werkzaamheden laten doen. Ja. Sommige critici zeggen, moet je nou wel asielzoekers die nog niet zeker weten of ze hier mogen blijven, moet je die nu wel al gaan integreren in de Nederlandse samenleving? Want daarmee geef je misschien wel een valse hoop. En als ze straks worden afgewezen, moeten ze weer terug naar het land van herkomst. En dan heb je eigenlijk helemaal niks aan die inspanningen gehad. Ja, als burgemeester heb ik daar een hele heldere opvatting over. Ik vind dat er meteen met mensen aan de slag gegaan moet worden. Want doelloos hangen op een centrum heeft allerlei risico's voor mensen zelf, maar ook voor de samenleving eromheen. Meteen mee aan de slag gaan. En dat weegt voor u zwaarder dan dat je ze misschien valse hoop geeft? Dat is helemaal juist. Goed. Hoe ligt het draagvlak hier in Laren? Nou, ik heb net als mijn collega's in Hilversum, in Gooise Meren, gesprekken gevoerd, tafels, waar maximaal 25 mensen aanwezig konden zijn. En dat waren hele boeiende en inhoudelijke gesprekken. Sommige mensen vrezen voor het vluchtelingenvraagstuk, anderen omarmen het juist. En dat was eigenlijk wel een heel prachtige mix en gedifferentieerd en genuanceerd beeld van mensen met opvattingen. Maar mijn ervaring in die gesprekken was dat ze gemiddeld gesproken werkelijk heel graag willen dat mensen zo snel mogelijk integreren. En dat is eigenlijk dan ook de houding die ik heb in het vraagstuk. Ja, nou heeft Laren natuurlijk al een hele traditie, hè, met het AZC Krijlo. Vanaf begin jaren 90 tot, wat was het, 2013? Ja, we hebben bijna 20 jaar natuurlijk hele grote groepen gehuisvest. Het was een dorp in Laren eigenlijk, een dorp in een dorp. En ik heb daar ook heel veel ervaring mee. Dus ik sta er ook heel open en ontspannen in. Deze week publiceerde de Gooi en Eemlander een artikel waarin gezegd werd dat het niet heel erg goed gaat met het AZC. Te veel mensen in te kleine kamers, te veel bedden op een te kleine ruimte. Kunt u daarop reageren? Ja, natuurlijk. Ik heb daar ook gisteren in de gemeenteraad vragen over gekregen. Het COA is een hele professionele organisatie. En ik werk al heel lang met hen samen. Ze hebben een ander regime dan het Leger des Heils had. Dus er zijn veranderingen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze op een sobere en doelmatige wijze hun werk zullen doen. Ja. U zei het net aan het begin al, het gaat groeien naar die 600 asielzoekers. Kunt u nog even het tijdspad aangeven? Ja, we zullen voor de zomer 300 mensen huisvesten. Dat is dan de komende 6-7 weken? Ja, zoiets. Een maand of twee, dan zitten ze er wel in. En na de zomer, dus ik denk in de periode oktober, december, zullen dan de overige gebouwen gereed zijn en zullen er 600 mensen wonen. Dank u wel. Graag gedaan. Tot zover de laatste stand van zaken met betrekking tot de asielzoekers in het AZC Krijlo. Nu is de vraag of de homo-emancipatie is afgerond of is er nog veel te doen? En van Laren en de asielzoekers gaan we inderdaad naar het homobeleid. Tegenover mij zit Simon Timmerman van het COC Midden-Nederland. Simon, ik mag wel Simon zeggen, want gezien je leeftijd wordt het anders een beetje. Simon,
De aanleiding dat je hier zit is dat jullie met een voorstel zijn gekomen om de regenboogvlag te hijsen op gemeentehuizen op 11 oktober, de dag van de coming out. Waarom komen jullie met dat voorstel? Nou, wij hebben de brief gestuurd op 17 mei en dat is niet helemaal zonder reden, want dat was de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. En wat veel mensen waarschijnlijk niet weten, dat eigenlijk pas in 1990 op die dag homoseksualiteit als ziekte geschrapt werd bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus dat stond best wel recent. En rondom die dag zijn altijd een hoop evenementen en allerlei andere zaken. Ja. En wij vonden dat eigenlijk de aanleiding om alle gemeentes in het gebied van Midden-Nederland een brief te sturen met eigenlijk een uitnodiging van goh, kijk eens naar jullie eigen beleid op het gebied van LHBT. Want voordat je verder gaat, we gaan eerst even al die begrippen even ontrafelen. Want ja. Ik kan me voorstellen dat als je niet in deze materie zit, dat je denkt, waar hebben ze het over? Eerst even de regenboogvlag. Ja. Het symbool van de homo, lesbische, trans en bi gemeenschap eigenlijk. Okay. Dat is een bekend symbool, denk ja. ik. Voor de nou ja, soms zie ik hem ook wel eens bij de EO. Ja, je hebt hem ook weer in een bepaalde religieuze hoek inderdaad. Maar goed, dat... Dat hoeft geen probleem te zijn. Oké, dat is de zelf uitverkoren vlag, zal ik maar zeggen. Ja. Die willen jullie hijsen op gemeentehuizen ja. in 31 gemeentes. Ja. En je zegt de 31 gemeentes die het nog niet hebben gedaan. Want er zitten meer gemeentes in het werkgebied van Midden-Nederland. Ja. Maar er zijn er een aantal die dat al een aantal jaren of vorig jaar voor de eerste keer hebben gedaan. Dus, Zijn er gemeentes in het Gooi die het al eerder hebben gedaan? Volgens onze gegevens nog niet. Nee. Dus die hebben jullie allemaal aangeschreven. Juist. Met het verzoek, kan je zo'n vlag daar gaan ja. hijsen. Ja. Is er al op gereageerd? We hebben wel wat vanuit het... Ik heb voordat ik hier kwam natuurlijk nog even gekeken. Volgens mij, als ik alle gegevens kloppen vanuit uit deze hoek nog niet. Maar we hebben wel vanuit andere hoeken van de regio wel al reacties van bepaalde raadsleden gehad. Of nog wat vragen daaromtrent. En zelfs trouwens wel vanuit Blaricum al het bericht dat ze hem gaan hijsen op 11 oktober. Dat ze dat hebben besloten. En dan nog even LHBT. Leg dat nog even uit. Dat staat voor lesbisch, homo, bi en transgender. Dus dat is eigenlijk de afkorting van om welke doelgroep het gaat. Ja, en die regenboogvlag gaat wel om deze vier doelgroepen. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat die vlag gehezen wordt op 11 oktober? Nou, de coming out is al eigenlijk een tijdje een belangrijke dag, hè, om aan te tonen. Hè. Dus niet alleen op die dag, maar om erbij stil te staan dat in principe iedereen die dat zelf wil, de vrijheid moet hebben om uit te komen van zijn geaardheid, hoe die geaardheid ook is. En sinds dat minister Plasterk in 2000... in ieder geval een aantal jaar geleden, die was toen de eerste minister die toen ook actief heeft opgeroepen naar gemeenten om die vlag te hijsen op 11 oktober als een soort statement. Ja, ja. En dat is ook eigenlijk het beroep wat wij doen op de gemeentes nu. Van maak een statement van hè, binnen onze gemeente vinden wij als gemeente dat het geen probleem hoeft te zijn om voor je geaardheid uit te komen. En wij hopen natuurlijk dat dat een effect heeft binnen de gemeente zelf om ook te kijken naar het eigen beleid, hoe ze binnen de gemeente als organisatie omgaan. Maar ook naar scholen, sportverenigingen, zorginstellingen. Je geeft een statement af, want alleen het hijsen van de vlag, dat zal niet meteen tot een hogere homobegrip leiden. Nee, of LHBT. Nee. Ja. We hebben Kevin van Stralen en Elisabeth Sigrisma van Gooi TV gevraagd om vandaag de straat op te gaan en te kijken in Bussum hoe daartegen de homo-acceptatie wordt aangekeken. Vindt u dat de homo-acceptatie in Nederland is gelukt? Nee. En waarom vindt u dat niet? Ik hoor verhalen op de radio dat ik denk van waar blijven de mensen met hun fatsoen? Nee, ik vind het niet geaccepteerd. Nou, niet overal nog. Ze hebben het altijd over discriminatie. En discriminatie wordt altijd maar geroepen over de allochtonen en niet over de homo's vaak. Nou, en dan vind ik gewoon, dan moeten ze dat ook aanhalen, want die worden ook gediscrimineerd. He, door de allochtonen, dat zeg ik gewoon resoluut. Of je nou op een man of een vrouw valt, je valt op iemand. En of je nou homo of hetero bent, dat maakt niet uit. En ik vind dat het op dit moment nog niet goed gaat en dat er nog te veel fout gaat. Slecht. Ja, dat zeg ik, het wordt een beetje aangejaagd door de huidige, de huidige omstandigheden waar we nu in verkeren zo'n beetje. Lijkt het net of alles plotseling weer, of het als het ware opbloeit. Dat is geen mooi woord, want opbloeien is eigenlijk iets moois, hè? Maar ik bedoel het eigenlijk niet mooi. Met name de nieuwkomers, hè, die vaak nog moeite hebben met het homo zijn.
Maar Nederlanders zelf, de allochtonen, nee, de autochtonen zal ik zeggen, die hebben het over het algemeen wel geaccepteerd. Wat accepteert de Nederlander nog wel, vraag ik me af. Dat er inderdaad mensen nog steeds worden bekogeld of gepest als zij samen bijvoorbeeld hand in hand lopen. Ik weet niet wat er veranderd moet. Dat is met de hele maatschappij. Ik denk dat de samenleving wat meer closer moet of voor elkaar meer over hebben, want dat is toch niet meer. Ik denk in het onderwijs wat meer aandacht aan besteden. En thuis, maar ja, daar heb je weinig invloed op. In ieder geval andere politieke partijen aan de wind. Dat is mijn hoofdmoot. Ik denk dat aan de mensen zelf ligt. En dat het zelf een gedragsverandering moet zijn van mensen wat ze gaan doen. Ik denk dat ze meer erop moeten zitten, net als dan dat ze de mensen beschermen. Dat ze niet in elkaar geslagen worden, of dat ze, hè, want dat lees je veelvuldig. Laat iedereen zijn wie die is. Harder optreden. Meer voor de waarheid uitkomen, niet overal omheen draaien. Ze praten en ze zeggen niks. We willen eigenlijk wel dat er van alles voor ons is en dan wel geregeld wordt. Maar of we er nou allemaal ook nog zoveel in willen stoppen als dat eigenlijk noodzakelijk is, dat denk ik niet. Nou, misschien niet al te verrassend. De acceptatie van homoseksualiteit, vindt men, is gedaald. Mm-hmm. Misschien wel opvallend dat men zegt dat dat vooral komt door de allochtonen en dat de politiek er wat meer aan zou moeten doen. Eerst maar even het element dat komt vooral door de allochtonen. Kun je daarop reageren, Simon? Ja, komt vooral door de allochtonen vind ik heel makkelijk en heel kort door de bocht eigenlijk. Mm-hmm. Want we weten uit voldoende ervaringen dat echt niet alleen om de allochtonen gaat. Er zijn net zo goed ook in de... Van oorsprong Nederlanders. Van oorsprong, nee, ja. Niets van homo's moeten hebben. Altijd een lastige term, maar dat geldt net zo in heel erg Nederlandse christelijke achtergronden, waar die daar ook helemaal niks van moeten hebben. Dus ik denk dat niet per se op een bepaalde achtergrond is terug te voeren. Soms heeft dat natuurlijk wel een raakvlak, omdat in bepaalde culturen minder geaccepteerd wordt, of dat binnen geloofskwesties natuurlijk wat lastiger ligt. Ja. Maar dat hoeft per definitie nou niet dan per se dat het probleem te zijn. Oké. Okay. Over die politiek kom ik zo direct nog terug. Mm-hmm. Eerst even, in het jaar 2000 konden de homo's voor het eerst trouwen. Ja. We zijn nu in 2016. Je zou zeggen, 2000, dat was eigenlijk het hoogtepunt in de homo-emancipatie. Hè? Want als je kan trouwen, ben je echt volledig gelijkgesteld aan hetero's. Volgens mij kon je toen nog geen kinderen adopteren, maar ook dat is inmiddels aangepast. Ja. Is nou eigenlijk ten opzichte van 2000 een verslechtering ontstaan? Nou ja, cijfers tonen dat helaas wel aan. Want we hebben komt dat? Ja, nou, we hebben natuurlijk een hele. Er is een hele. Niet door mijzelf, want dan geef ik het zelf te veel. Maar er zijn door allerlei voorvechters ontzettend veel dingen bereikt. Vooral op wettelijk gebied. Heel veel dingen zijn. Eigenlijk is in Nederland wettelijk eigenlijk zo goed als alles op dit gebied gewoon geregeld. En ook in die tijd dat daar veel aandacht voor was, is natuurlijk ook die acceptatie daarin meegegroeid. En je merkt nu op heel veel vlakken dat dus de acceptatie en tolerantie wat dat betreft toch aan het afnemen is wat dat betreft. Want het laatste onderzoek van het SCP, het Centraal Cultureel Planbureau, daar stond inderdaad wel dat steeds meer mensen het daar oké mee zijn. Maar ze willen het liever niet zien. Ja, er was in maart de week van de lentekriebels. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Dat gaat over seksueel gedrag op de basisscholen. Ja. Daar ligt ook heel veel accent opeens op homoseksualiteit. Ja. In sportkantines hangen posters van, ook al ben je homo, maar je hoort er gewoon bij. Ja. Eigenlijk is het toch absurd dat dat nog steeds nodig is, of dat dat weer nodig is. Ja, nou ja, we hebben misschien in de tussentijd dan toch ergens wat laten liggen, wat dat betreft. Ja. En inderdaad, hebben kunnen laten liggen? Ja, in het blijven onder de aandacht brengen. Hè, want ik ben er echt van mening dat het rondom dit thema het gewoon belangrijk is om mensen te blijven informeren over waar het nou eigenlijk om gaat. Want zo heel bijzonder is het nou ook weer niet. Want ik ga ook net zo goed als een hetero ook gewoon naar de wc op exact dezelfde manier. Alleen ik word dan verliefd op een jongen en een ander misschien op een meisje. Dat is eigenlijk het enige verschil. Ja. Dus zo heel spannend is het niet, maar vanwege onwetendheid wordt daar vaak misschien een veel groter issue van gemaakt dan dat eigenlijk nodig is. En dat is zo jammer. Ja. Dus zeker in de informatievoorziening daarover en inderdaad een snap over die week van de lentekriebels
vanuit COC, ook Midden-Nederland, maar in het hele land, worden ook heel veel voorlichtingen al te geven op scholen en onderwijsinstellingen. En zeker in die week van de lentekriebels, en dat was een topweek voor onze voorlichters, want die hebben daar heel veel scholen bezocht, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Toch even analyserend, hè. We zien een verminderde acceptatie ten opzichte van 15, 16 jaar geleden. Wat zou daar nou, behalve we hebben het laten liggen, wat zou daar nog meer een reden voor kunnen zijn? Ja. Dat houdt me namelijk wel heel erg bezig. Ja. Van, ja. Nou, je ziet denk ik op meer vlakken best wel meer een verharding, zeg maar, op heel veel vlakken in de maatschappij, om het maar even heel... Ja. We hebben net het thema gehad over de asielzoekers. Ja. Zie je dat ook, ja, hè? Nou, je ziet dat daarin toch wel echt wel behoorlijk stevig stelling wordt genomen van de ene en de andere kant. En ja, ik word er altijd een beetje treurig van als mensen er... We leven hier in een vrij land. He, roepen we altijd heel hard. Op heel veel politie roepen altijd, we leven in een vrij land. Maar ik heb toch wel het idee dat er soms die tegenstand zo hard wordt uitgesproken, zo af en toe. Ja. Dat voor een aantal mensen wel die vrijheid weer een beetje inperkt. Dus. Ja. Zou de social media daar een rol in kunnen spelen? Of spelen ze daar eigenlijk een rol in die verharding? Want je kan anoniem twitteren wat je wil. Ja, ja, klopt. Op Facebook dingen zetten of waar dan ook. Ja. Nou, ik moet zeggen dat je moet daar soms wel een beetje een olifantenhuid voor ontwikkelen. Nou, ja. Wij hebben vanuit COC natuurlijk ook sociale mediakanalen. Wij sturen ook wel eens een persbericht uit wat dan op een ander kanaal natuurlijk terechtkomt. En ik ga natuurlijk altijd wel even kijken en daar... Gelukkig valt het nog mee, maar er zitten soms hele stevige en gewoon hele nare reacties. En je ziet het overal, mensen die op tv komen, worden op hetzelfde moment keihard afgezeken op Twitter en op Facebook. Ja. Maar kijk, vroeger bijvoorbeeld, even opa vertelt, maar vroeger, als jij bijvoorbeeld bij mij in het programma was en iemand vond het onzin wat je zei, dan moest je een briefpapier zoeken, envelop zoeken, gaan schrijven, naar de brievenbus gaan, postzegeltje, enzovoort. Nou, tegen die tijd is de opgewondenheid wel gedaald. De boosheid is van weg. En nu pak je je telefoon en de meest vulgaire taal komt bij Gooi TV binnen. Ja. En ja, het is een soort, dat wordt wel eens roepen, het is bijna een soort open riool af en toe. Ja. Dus. Nou ja, ik vraag me altijd af waar die mensen het zelf vandaan halen, inderdaad. Wees eens wat reflectiever naar jezelf, denk ik dan. Ja, Hè, hoe zou je het zelf willen dat er op je gereageerd werd als je iets liet horen van jezelf? Niet, wat is dat spreekwoord over? Doe niet wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook de ander niet. Sorry. Exact. Ja. Nog even, Simon, we gaan even het uitstapje maken naar Amsterdam. Mm-hmm. Ik heb in de politiemonitoring gezien dat het homogeweld, dat is er natuurlijk in Nederland, maar dat in Amsterdam echt giga groot is in vergelijking tot bijvoorbeeld Haarlem of Hilversum. Ja. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat dat wel te maken heeft met de hoeveelheid aan uitgaanspubliek op gebied van homo natuurlijk. Dat is natuurlijk in Amsterdam veruit het meeste. Ja. Dus ik denk dat zeker in de weekenden en rondom de weekenden daar het meeste te doen is wat dat betreft. Althans vlak ook andere steden natuurlijk niet uit. Dus ik kan me wel voorstellen dat het is ook gewoon de grootste stad van het land. Dus dat in verhouding wat meer is. Aan de andere kant kan je zeggen, Amsterdam is toch wel wat gewend. Ja, zou je zeggen, maar blijkt van niet. Blijkt van niet. Nee. Maar wat wij bijvoorbeeld in Midden-Nederland heel erg merken, is dat dat we wel horen van incidenten. Maar dat de meldingsbereidheid heel laag is. Waardoor ook de meldingen, dat er wel incidenten zijn, maar ze zijn niet bekend of ze worden niet gemeld. Ja. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Oké. We gaan naar de aanpak van deze problematieken. Laten we even met die meldingen beginnen. Wat zou daarin aangepast kunnen of moeten worden volgens jou? Nou, worden al heel veel actie op uitgezet. Wij zijn zelf bezig om wat acties voor te bereiden om binnen de eigen gemeenschap, om het zo maar even te zeggen, ook veel meer aan te moedigen van doe het niet af van vervelend, maar volgende keer beter. Maak echt die melding, want dan komen die cijfers ook echt in beeld. En dan weten we ook echt hoe groot het probleem wel of niet is. Ja. En wat ook zo is, daar zijn we ook druk met de politie mee bezig. Roze in Blauw, dat is natuurlijk het roze netwerk van de politie. Ja. Want we horen ook nog wel eens terug van, ik wil wel melden of aangifte. Maar ja, dat duurt of heel lang of ik moet daar een afspraak voor plannen en dat soort dingen. Dus ja, er zijn ook wel ontwikkelingen dat wat makkelijker gemaakt kan worden. Dat kan nu ook online, geloof ik. Ja. En roze in Blauw hebben wij als COC altijd heel erg goed contact mee ook. En die zijn ook gewoon goed bereikbaar voor
als je zegt, goh, ik heb dus homo-gerelateerd geweld meegemaakt. Ja, ik vind dat, zijn ook soms mensen die zelf nog niet uit de kast zijn of wat dan ook. En ik vind het lastig om daarover te vertellen aan een lukrakend agent. Dan is juist de roze en blauwer, ja. Die daar wat, die dat wat meer begrijpt, zeg maar. We zagen net in het filmpje dat mensen vinden dat de politiek meer moet doen aan de emancipatie van de LHBT. Of in ieder geval aan de acceptatie daarvan. Wat vind jij daarvan? Ja, kan altijd meer natuurlijk. Maar goed, wat je natuurlijk ook ziet bij de gemeentes, die hebben natuurlijk ook heel veel taken bijgekregen. Maar wat ik altijd denk, het hele LHBT-vraagstuk, dat gaat eigenlijk door alle beleidsterreinen heen. Ja. En door alle achtergronden van wie dan ook, man, vrouw, welke etnische achtergrond, wat dan ook. Dat komt overal voor, zeg maar. Het is, dat kiest niet één bepaalde doelgroep uit, zeg maar. Ja. Dus het zit overal en op allerlei beleidsterreinen. Dus het zou eigenlijk een mooie roze of regenboogkleurige draad door al het beleid eigenlijk moeten zijn. Ja. Nou, wat in ieder geval de overheid zegt te doen op haar website van de Rijksoverheid.nl... is dat ze de straffen willen verhogen voor mensen die zich schuldig maken aan homo-gerelateerd geweld. Mm-hmm. Dat ze de voorlichting willen bevorderen. De registratie, wat je net al noemde, de melding van homo-gerelateerd geweld willen verbeteren. Een heel opvoedprogramma in asielzoekerscentra. Ja. De Gay Stride Alliances. Daar willen zij zich sterk voor maken. Ja. Jij kan mij vast vertellen wat dat inhoudt. Ja, dat is een project van COC Nederland. En dat zijn allianties voornamelijk nu nog op middelbare scholen vooral. Maar er kunnen ook varianten in buurten en in wijken kunnen die worden opgezet. En dat is eigenlijk een alliantie waar men in die school een statement maakt van het maakt niet uit van welke geaardheid of welke diversiteit dan ook binnen onze school. Sluiten wij een alliantie, dus een soort pact van dat hier geen enkel probleem is en dat daar ruimte is voor alle diversiteit, om het zo maar even te zeggen. En dat is op heel veel scholen al een groot succes. Maar er kunnen altijd nog meer bij. Ja. Simon Timmerman van het COC Midden-Nederland, bedankt voor dit gesprek. U zag het, vanuit de spot in Bussum was dit In Derde Termijn. U kunt de programma's van Gooi TV ook zien op het YouTube-kanaal van Gooi TV, Facebook en via gooitv.nl. Abonneer u op het Gooi TV kanaal om altijd en overal op de hoogte te blijven van de laatste programma's. Graag tot over 2 weken.